De meeste mensen onder ons die kennen de moderne piano, maar wat met de voorlopers van de piano? We gaan vandaag een kijkje nemen in drie verschillende historische klavieren uit de 18e eeuw en die elk een verschillend concept hebben van klankproductie. Mijn naam is Piet Kuiken, ik ben docent pianoforte en moderne piano. Dus ik doseer zowel de moderne piano als de historische klavieren aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. We starten bij het clavicord. Het clavicord is een heel eenvoudig klein instrument dat ontstaan is ergens in de 12e, 13e eeuw en bestaan heeft tot eigenlijk midden 19e eeuw. En wat heel populair was, omdat het eigenlijk het, een van de oudste klavierinstrumenten is, en ook eigenlijk het eerste is geweest met een dynamische touche, dus waar een heel zacht en ook luider verschillende klankschakeringen op kan geven. Hoe werkt dat nu? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben de toets en daarop staat een metalen plaatje gemonteerd en dat noemen we het tangent en die slaat de snaar aan. En die brengt de snaar onder spanning. Dus tegelijk dient die voor de klankproductie het aanslaan van de snaar als ook de juiste proportie van de snaar. Bij de latere klavieren gaan we zien dat er twee kammen zijn die de snaar onder de juiste spanning brengen. Bij het klavierkort is het heel bijzonder dat de tangent die de snaar aanslaat tevens dienst doet als tweede kam om de juiste proportie, de juiste toonhoogte van de snaar te kennen. Het is een heel gevoelig instrument. Het is ook het enige klavierinstrument waarbij men eigenlijk de toonhoogte kan buigen. We kan vibrato spelen dus. Een tweede voorbeeld van historisch klavierinstrument met een verschillend concept is het klavesymbel. Het klave is ook ongeveer ontstaan in dezelfde periode, 12e 13e eeuw, als het clavécord, en heeft ook tot eigenlijk wel, een beetje dieper in de 19e eeuw eh, bestaan. En dat heeft een heel andere klank, esthetiek dan het klavekort. Duidelijk al een iets ruimere, grotere klank, iets orkestraler, is dus minder intiem. En dat komt omdat de klankproductie op een heel ander concept gebaseerd is. De snaren worden hier namelijk geplukt door een plectrum. Op het uiteinde van de toets staat een staafje en aan dat staafje is er een klein plectrum. Dat kan je zo zien. Een plectrum bestaat meestal uit, uh, gemaakt van een veer, Die is gesneden uit een veer. Tegenwoordig gebruikt men daar ook kunststof voor, plastic. Maar als men echt uh, historische, authentieke klank wil, is het wel mooier als men echte verenpennen vere gebruikt. Dus wanneer de toets, men de toets indrukt, gaat die staafje omhoog en plukt het plektrum de snaar. Wanneer het staafje terug naar beneden valt, als we de toets laten omhoog komen, dan wordt door dit viltje de, snaar, de klank van de snaar gedempt. En door een klein ingenieus systeem kantelt hier een staafje binnenin, waardoor het plektrum de snaar niet opnieuw zou aanslaan wanneer de staaf naar beneden glijdt. Afhankelijk van um, de grootte, de buigzaamheid van het plektrum, kan een instrument eigenlijk een iets sterkere klankaanslag geven of een meer intiemere aanslag. Um, maar. De touché aan zich is niet dynamisch, dus men kan eigenlijk bij, als men een noot aanslaat maar één sterkte spelen. We maken contact met het plectrum met de snaar en dan plukken we, kunnen we proberen een beetje sneller te doen plukken of een beetje langzamer, of de snaar eerst meer onder spanning te krijgen, zodat we een iets zangerigere, langere klank hebben, of we kunnen ritmischer snel. Dan gaat het iets hardere aanslag geven, maar minder zangerigheid. Maar dat is een miniem verschil. Hè. Uh, we kunnen dus niet zoals op het kort echt heel zacht of forte luide aanslag doen. Wat men dan wel, wel kan doen dynamisch gezien, is dat men daar iets op heeft gevonden. Namelijk, men heeft vaak een tweede klavier dat men kan koppelen. Waardoor per noot twee... Snaren aangeslaan worden door twee verschillende staafjes, twee verschillende plectra. Dan hebben we dubbel zo luide klank. Er zijn ook vaak registers. Een viervoet. Ja. Een viervoet erbij. Die staat nu erg vals. Dat is een, een octaaf hoger klinkt dan samen. Dus dat is een manier om orkestraal te kunnen klinken en toch verschillende klanken te kunnen hebben. Zoals bij het orgel. men kan registers bijvoegen of uitschakelen. Maar dat touché aan zich is eigenlijk niet dynamisch. En dan komen we bij de pianoforte, de ware voorloper zeg maar, van onze piano, moderne piano die we allemaal kennen. En daar is weer een heel ander concept. Daar gaan voor het eerst eigenlijk hamers geworpen worden naar de snaar. Dit is een type van een Weense pianoforte van einde 18e eeuw. En dat is een specifiek type van mechaniek, die heet de prelmechaniek. En dat is een heel eenvoudig concept. We zien het einde van de toets, een staafje, een hamer zit met een as. En dat is het prelconcept. Wordt door zo'n dergelijke houtje. Wordt hier meegenomen. Dus de toets gaat omhoog en de snaar wordt beroerd door de hamer. Dus de hamer wordt echt geworpen met een heel grote versnelling naar, naar de snaar. Want er zijn nog altijd instrumenten die heel erg lijken qua bouw op het clavecimbel. dus met hele fijne snaartjes en een hele verfijnde esthetiek. En om zo'n snaar genoeg aan het trillen te krijgen, in de plaats van hem te plukken met een hamer die er tegenwoordig wordt te zien, De hamertjes zijn ook zeer klein, zeer fijn gebouwd. Het enige wat veel dynamiek kan geven is dus de snelheid, de versnelling. Dus men heeft een concept nodig waarbij we een enorme versnelling kan ontwikkelen van de hamer. En dat kan dankzij dit pruilmechanieken, omdat de as zeer dichtbij ligt en we dus een klein stukje hefboom naar een heel grote hefboom gaat. Dat is pure, eenvoudige natuurkunde natuurlijk. Dus dankzij die kleine en grote hefboom krijgen we een veel grotere versnelling dan wat we eigenlijk met onze vinger aan de toets geven. Heel bijzonder daaraan is, aan dit type mechaniek, is dat de as zelf van de hamer ook meebeweegt. Staat gemonteerd op de toets en gaat mee naar omhoog. Daardoor hebben we geen hamer die vanuit een vast punt dat doet, maar die eigenlijk meebeweegt en een soort van klein cirkelvormige beweging heeft. Dus in plaats van alleen de snaar te beroeren rechts, gaat die eigenlijk een klein beetje stukje cirkelvormige beweging in hebben. En dat geeft weer een andere klankesthetiek. De hamerkoppen zelf, die zijn eigenlijk um, heel eenvoudig, een houten kern met twee laagjes leer. Moderne piano is een ander concept, het is een dikke hamerkop met filt. In de pianofortes uit die tijd is een leren, een dun laagje leer, en dat geeft ook een heel andere, een heel duidelijke aanzet van de snaar. Hier zien we ook een pianoforte van hetzelfde Weense type, dus ook met een prelmechaniek, maar het is een later instrument. Het is een instrument van rond 1840. En de mechaniek die ik u toonde daarnet. Het was dus van een, uh, zeggen, een, een 18e eeuws instrumentje, zo zag er zo uit. Dit instrument, ondanks dat het hè, bijna 50 jaar later gebouwd is, heeft nog steeds totaal hetzelfde concept, maar het is groter en heeft dus al dikkere snaren, een dikkere zangbodem, en geeft dus ook al een rijkere, luidere klank. En als men gaat vergelijken op dezelfde noot, hè, de grootte van de hamer, en de hamerkop, dan ziet men veel grotere hamerkoppen en al meerdere lagen leer. En daar heeft men enorm veel mee geëxperimenteerd. Al die types, verschillende types van pianofortes hebben heel veel uiteenlopende soorten hamerkoppen. Met verschillende soorten leder geëxperimenteerd. Ook geëxperimenteerd met, gaan we het leer hè, met de bovenkant de huidrichting of de onderkant naar boven leggen? Hoe strak gaan we het spannen? Uh, verschillende... Uh, ja, dichtheden in de hamer, in de kern van de hamer, dus meerdere lagen leer met minder spanning, de bovenste lagen strakker trekken, Zo de densiteit uh, enorm variëren van de hamerkop. Men kan het een beetje vergelijken uh, met zwaardere snaren, langere snaren, uh, alsof uh, een grotere, zwaardere persoon op een trampoline springt, dan zal die trampoline ook meer doorbuigen en dan dat je bijvoorbeeld bij die vroegere pianoforte is meer zoals hier bij de hoge tonen kleine fijne hamertjes met een snaar die nog veel strakker gespannen staat dat eigenlijk bijvoorbeeld de hoge harmonieken, de hoge klanken en een dikkere kop die gaat meer de de basistonen bevorderen en gaat dus een andere kleur krijgen en men hoort een veel veel grotere ruimere rijkere klank Dus dat is een heel ander gegeven dan de intieme klank die we van het clavecord hadden. Of de meer penetrante, duidelijke dunne klank van het uh, clavasymbel. Dus dat zijn totaal verschillende esthetieken. En dat maakt het juist zo boeiend om met historische klavieren bezig te zijn. Want er is niet één pianoforte, er zijn honderden verschillende types pianofortes gemaakt. Met elk hun eigen klankesthetiek en karakteristiek. Hun eigen... Verschillende types van mechanieken, want er zijn ook enorm veel verschillende types van mechanieken geweest. Engelse, Franse, Weense zijn heel uiteenlopend. Er is enorm geëxperimenteerd geweest en dat geeft een enorme diversiteit aan, aan klankrijkdom. Terwijl onze moderne piano, daar is men geëvolueerd naar één type van hamerkop, één type van bouwwijze. En dat is gestandardiseerd. En dus hebben wij eigenlijk maar één soort van piano nog die we kennen. En eh, waarop we al het repertoire spelen, vaak. Hè. En dat is het boeiende van de, de wereld van historisch instrument, is dat men, ja, als men een, 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 een vroeg Renaissance-stuk speelt op een oud clavesymbool of een clavé of dan, zoals ik net een stukje Schumann op een piano voor het jaar 1840, of een beetje Chopin speelt op een playl, een Franse piano, dan zijn dat telkens totaal andere klankconcepten die echt passen bij het karakter van die specifieke muziek. En dat is de reden waarom we dit doen natuurlijk.